De drie wijzen met Jacques Vermeijren, op twee Frank de Bozere en op drie Walter Grootaars. De gastheer heet Koert van Egem. Goedenavond, dames en heren, hier in het ontmoetingscentrum De Buiding in Paal. Wij zijn er ook blij dat u er bent, kijkers thuis. En dit zijn de drie wijzen. Daar zitten ze weer glorievol. Onze kandidaten vandaag heten om te beginnen Marie-Josée Nijssen. Marie-Josée Nijssen, huisvrouw uit Gelk. Dat is bij Lanaken. Laneke, zeggen jullie. Vier kinderen heeft ze. En daar moet je inderdaad wel flink voor zorgen. Kruiswoordraadsels oplossen, borduren en wandelen in de natuur. Aan de Maas. Nee, liever in het bos. In het bos. Is er nog bos daar? Bij ons zijn er al tamelijk bossen, ja. Tamelijk bos. Ze zijn tamelijk bos. Even nagaan. Goed. Goed, nou, moet kunnen. U speelt tegen Heidi Huismans. Oh. Heidi. Heidi daar is. Een laborante uit Turnhout. Ze is 21 jaar en u hoorde het al, allemaal jongens die aan het gillen waren in de zaal. Uitgaan, dat doet ze graag. Rustig aan. Komt, ze komt straks wel. Zwemmen kent haar minder aangename kantjes niet. Dat is omdat ik er waarschijnlijk geen heb. Ik vraag het even aan de zaal. Is dat waar? Heeft zij minder aangename kantjes? Ja, dat is helemaal zeker. Goed. We spelen voor 400.000 frank, Heidi en Marie-Josée. We moeten daarvoor eerst even kijken naar onze goede vriend Schampers. Bureautje werkt Hino de Ruister maar in zijn vrije tijd, anders slaat de verzamelwoede toe. Het is namelijk een man die probeert alles te weten te komen, alles te verzamelen wat er over zijn vedette verschijnt. En de bewijzen liggen hier op deze bureau. Dat zijn boeken vol met informatie, met krantenartikels, met foto's, zelfgemaakte foto's. En ik stel onmiddellijk de vraag, waarom precies deze vedette, meneer de Ruister? Nou wel, dat is omdat ze in de gebied woont. Mm-hmm. En ik vind ze hier sympathiek. Ja. U heeft ze ook al een aantal keren ontmoet. Ja, onder andere ben ik bijna thuis al geweest. Ja. En hier, deze boeken, dat staat vol en u werkt dat regelmatig bij. Ik werk daar regelmatig bij. U leest de kranten enzovoort. Ik volg alles. Ja, u rondgaat u niet. Dit is ook iets heel speciaals, dat doekje. Vertelt u daar eens kort iets over? Ja, ik heb dat gekregen. Die was bezweet. Ja. En ik heb dat laten opdrogen. U heeft dat niet willen wassen? Ik heb dat niet willen wassen. Ik heb dat zo weggelegd. En dat heeft nu een heel speciale plaats in uw collectie. Natuurlijk. Mm-hmm. Zo, u ziet, verzamelaars hebben van die stukjes, die unieke stukjes, heilige stukjes die ze koesteren. Zo ook dat ene stukje van meneer de Ruister. Dit was Schampers voor TV1. De drie wijzen. Fetischisme, het is een van de laatste taboes, maar ook de drie wijzen gaan er grif op af. Jacques, over wie gaat het hier? Deze Petrafiel heeft het duidelijk over Petra. Petra. Ah. Hij volgt Petra. En dat doekje, dat was een haardoekje dan waarschijnlijk? Haardoekje. Ja. Dus haardoekje, dus voor het haar. Ja. Dames en heren, mag ik even een applaus voor onze weerman Frank de Bozere. Iedereen die hier is. Dank u. De 181ste aflevering van de Drie Wijzen en toch hebben we nog een nieuw panellid gevonden. Frank, over wie gaat het? Wel, ik denk, als ik die man zo bezig hoor, dat die iemand bedoelt die zich met sport bezighoudt. Ja? Ja. Iets van sport, ik denk dat hij er graag wel eens een balletje mee zou opslaan. Huh? Jan Keulemaas. Nee, die doet iets anders met de balletjes. Nee, ik denk... Heb ik iets misgezegd? Meteen pikant en ondeugend, Frank, maar gaat u door. Wat proberen ze morgen? Frank gaat door. Ik denk dat het gaat over de balletjes van Sabine Appelmans. Ja! Frank maakt het weer! De weerwolf! Walter. De Frank is gevallen! Walter, over wie gaat het hier? Terug naar iemand normaal?
Vorige week had ik fout gegokt, maar deze week ben ik zeker dat ik de juiste heb. Het is Isabel A. waar het over gaat. Assebelle O. Assebelle O. Assebelle O. Jacques Vermeire is het Petra. Volgens Frank de Bozer is het Sabine Appelmans. En volgens Walter Groothuis is het Isabelle A. Ja. De keuze is verscheurend voor Heidi en Marie-José. En Heidi, oei. Denkt Sabine Appelmans. Ja. En waarom? Ja, u mag het zeggen, Heidi. Gokje. U zegt het. Oké, Heidi zegt het niet. Marie-José, Petra. Ja. Waarom? Gokje. Dat belooft voor de toekomst in dit programma. Ik ga geen gesprekken meer aangaan met de kandidaten. Schampers, over wie gaat het? Meneer de Ruister, naast deze kleine foto's in de albums heeft u ook nog een grote foto van uw vedette. Mogen wij die even zien? En u kunt ook vertellen wie het precies is. Dat zie ik je laten zien. Mm-hmm. Dat is door mijn grote fan. En dat is Sabine Appelmans. Sabine Appelmans. Het was een min of meer ontroerend moment, ook hè, voor jou was het een ontroerend moment, want je hebt 1000 frank gescoord. Wat is blurb? B-L-U-R-B. Blurb. Blurb. Oh, dat is blurb. Blurb. Dat is blurb. De omslagtekst van een boek, bijvoorbeeld het Drie Wijzen boek dat op de markt is, heeft op de achterkant van het boek heeft zo die commentaartjes. Bijvoorbeeld het volk schitterend. Hè? De standaard kan beter. De morgen, wanneer het volgende boek? De knak, het trekt op niets. Bijvoorbeeld bijna de Nobelprijs gewonnen. Wanneer het volgende boek? Dat is dus om het boek zo wat schoen te geven. Dat is blurb, de omslagtekst. Blurb. Frank. Nee, blurb is iets anders. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ik weet wat blurb is. Nou, we hopen het voor jou. Ik heb blurb gevreten. Je ziet het nog een beetje. Ja. Maar ik ben er nu vanaf en dat kan je van de rest niet zeggen. Het hangt onder de neus. Nee, het hangt niet onder de neus. Blurb, dat moest ik namelijk 's morgens eten, om de week minstens eenmaal. Blurb is niks anders als havermoutpap. Word ik een beetje ziekelijk manneke, Frank. Ja, blurp. Elke dag. Maar nu is het beter. Nu is het beter. Ja, nu ben je, nu ben je gezond. Ja, het is... Goeie weer, hè. Ja. Het is geen blurp meer. Walter, wat is blurp? Het is de verkorting en de vernederlandsing van een Latijns wetenschappelijke term. De blurbis ventris. En dat gaat namelijk over het gerommel in de maag. Nu, gerommel in de maag kan eigenlijk geen kwaad, tenzij het overdadig wordt, te veel gerommel in de maag zit, dan kan dat wijzen op een opkomende maagsfeer of maagperforatie zelf. Dus dat, en daar heeft men dus van die blurbis ventris, heeft men de afkorting gemaakt. Blurb. Daar komen we eigenlijk dokter op. Dr. Lacombe, zie ik. Een omslagtekst is het volgens Jacques Vermeire. Havermoutpap, zegt Frank, en hij was er niet graag bij. Daar krijg je dan maaggeluiden van, dat zegt Walter. Wat doen we hier, Heidi en Marie-José? Gok maar, want je weet het toch niet. Ja, we zitten hier met maaggeluiden, het blurpende geluid. Ja, en ja, ik vraag niks hoor. En hier ook de maaggeluiden, Marie-José. Ja, uw man blurp. Nee, we gaan het even vragen aan ons panel. Wat is blurp? Een omslagtekst, wat niemand verwacht. Oh. Helaas, ja, er wordt niet gescoord, maar dat is niet zo erg. Zo'n blurp van te krijgen. Wij gaan nu op bezoek bij een topfokker. Robin, kom een keer hier, kom een keer bij mij, Robin. Kom een keer hier. Allee. Ja, ik moet zeggen, wij topfokkers, wij gebruiken natuurlijk Citico, want de resultaten zijn formidabel. En je ziet het, die huid, dat is mooi, goede kwaliteit. En dat is dus prachtig mooi, lekker haar. Kom een keer bij mij, kijk een keer. Voilà. Je ziet dus ook de nagels, ze zijn perfect. Hè. Nee, ik zeg, Citico, er zit werkelijk alles in. En je krijgt er heel schone resultaten in. Mooi glanzend haar en zo. Echt perfect. Zien ze dat die tandjes zien, dat is goed. Echt waar, Zydeco. Niks beter. Zydeco, aanbevolen door topfokkers. Wat betekent het woord Zydeco? Jacques. Sorry. De Zydeco is een papegaai in Australië, maar die heeft één probleem, die kan niet vliegen. Klein detail natuurlijk, gelijk de zanger die niet kan zingen, dat is ook spijtig. Maar die papegaai, hij kan wel spreken. Hè? En vandaar gebruiken ze de Zydeco. Ik heb ook nog de Juliette Gréco, maar dat is iets anders. Maar dat is ook zo'n wandelen. Maar dus de Zydeco. Oh, wat is dat allemaal? Dat wordt gebruikt ook als een vorm van waakhond.
Die kan, hij kan niet vliegen, maar die loopt wel achter de schapen en die roept zo... Hé, dat schapen is er wel onderduit. Dus, dat is gemakkelijk. Hij maakt zich verstaanbaar direct. Het is dus een wandelpapegaai. Frank Zideko, zeg het ons. Dat is goed ook. Wel nee, ik denk Zideko is feitelijk iets totaal anders. Kijk, daar zit het woordje zijde in. Nu, zijde is een heel mooie stof, maar het is een heel dure stof. En iedereen is wel geïnteresseerd om zo'n beetje zijde te kunnen gebruiken hier of daar. Decorateurs bijvoorbeeld, die vinden dat ook zeer interessant, zijde. Zijde is te duur voor die mannen. Dus, wat moeten die doen? Ja, die zijn op zoek gegaan naar een namaakzijde. Namaakzijde, vooral gebruikt door mensen in decors. Zijde, decor, in het Frans, zideko. Ja, een echte weerman na Armand Pien was te duur. Ze hebben 4 namaakweermannen gevonden. Walter. Zideko heeft te maken met muziek. In de Amerikaanse cultuur heb je heel veel Franse invloeden, want de Fransen hebben de Amerikaanse revolutie gesteund destijds, al was het maar omdat het tegen de Britten was. Want zo heette bijvoorbeeld New Orleans, dat was eigenlijk Nouvelle Orléans in het begin. En Dixieland, dat komt van het woord dies, dat op het dollarbiljet, het $10 biljet, stond gedrukt dies. Ja. Vandaar komt Dixieland. Mm. Ook muziek met Franse achtergrond is ingeweken in Amerika. De Cajun origineel, is een van die dingen. En Zideko is eigenlijk ook een verbastering, want het is eigenlijk, oorspronkelijk komt het van een Creools liedje. Ja, het zal wel juist zijn, Walter. Dat Creools liedje. Ik heb je voorbereid, dat zal wel juist zijn. Je hebt al gelijk. Ja. Dat liedje heette origineel Les haricots sont pas salés. De wuttels zijn voorbij gegaan. Ja. Een wandelpapegaai, zegt Jacques. Namaakzijde voor decoraties hebben we bij Frank en het is muziek uit de Verenigde Staten, de United States of America. Zideko. En wat doet Marie-José en Heidi daarmee? Zoals en hier zitten we in de United States met de Zideko. Ja. Ja, dat klinkt heel erg overtuigend. Jo, ja. Ik ga niet meer vragen stellen natuurlijk. Namaakzijde voor decoratie, Marie-José. Ja. Ja, het is duur. We gaan linker een gokje, Marie-José. Ja. Een gokje. Goed. Wat is Zideko? We vragen het aan onze topfokker. Zideko is... Nee! Dus je hebt gescoord, Heidi. Een eenvoudig vraagje. Wat is een jantje? Dat is wat kleiner als een hoofdkussen, maar toch groter als een cd'tje. Zo'n klein kussentje. Walter ligt geregeld met een griet in bed, maar dat heeft er nu niks mee te maken. Hè? En hij met een angine hier. En ik met lumbago. Hè? En met diarree zit hij meestal op het wc, maar dat heeft er ook niks mee te maken. Dus het is een klein steunkussentje. Een kurt. Ja, Jacques, liever een jantje dan niks, hè? Frank. Wel, ik zou kunnen zeggen dat een jantje een soort, feitelijk een lichaamsdeel is. Je hoort de moeders altijd... Het jantje aan de wagen. Nee, ja. Toch niet, maar je hoort moeders altijd zeggen tegen hun kleuters, geef eens een mooi jantje, dus de rechterhand. Maar dat is... Hela, nu weer maar met humor, dames en heren. Lang op gestudeerd. Ze hebben ons 30 jaar met Armand Pien opgezadeld, maar eigenlijk... Allee, Frank. Maar in feite, allee, in feite is het... Wat dat zien, jongen? In de vorm van een jantje. Nee, maar in feite is het... Een jantje is geen rechterhand. In feite is een jantje iets dat niet bestaat, staat niet in Vandalen. Een jantje is feitelijk BRT-jargon. Ah. Een jantje is namelijk een nota van onze heer Jan Keuleers. En Jan Keuleers die geeft dus kleine jantjes, geeft soms kwade jantjes. Dat is dan voor hem waarschijnlijk. Soms is een groot jantje, dat kan er ook bij zijn, maar dus dat is een nota van onze vader. Die in de hemel is uit. Jantje, ja. Walter. De negende vrouwelijke verdieping. Huisdieren, die worden soms wel eens miekes genoemd. Ja. Als je over dieren bezig bent, dan vragen ze wel eens van, is het een mieken of is het een manneke? En bij jonge geitjes wordt vooral de naam mieke gebruikt, is het een mieke. En voor jonge bokken, zeg, voor is een jonge bok, mieke. Jonge bok, die wordt een jantje genoemd. Dat is een Jan. Kussentje, zegt Jacques. En nota van Jan Keuleers, hier afgekort op Jan C, begrijpelijke wijze. En Walter die zegt een jonge bok. Ja, wat doen we daarmee? Ja. Is een bok, als je dan weet, dan is het een jantje. Een jonge bok? Ja, zag je wel wat in zo'n jonge bok?
Een steunkussentje, Marie-José? Ja. Het wordt tijd dat jij eens ook eens iets gaat scoren. We gaan het vragen. Wat is een Jantje? Hey, voilà! 4000 frank. Voor Marie-José. En we staan gelijk. Spannend! En dit is het Vlaamse lied, dames en heren. En dat wordt deze keer gebracht door Bobby Prins. En als u goed kijkt, ziet u ook even Ingrid. Het nummer heet Voor jou. Voor jou doe ik een zonde mee. Daal ik in de diepte dalen neer. Voor jou klim ik op de hoogste berg. Het belletje was weer verrukkelijk mooi, maar hoe gaat het liedje verder? Bobby Prins, bekend van zijn cd Purple Rain, zingt dus. Dus voor jou klim ik op de hoogste berg. Hem kennende zal het wel de herberg zijn. Hij is ook van de streek van Heist op den Berg. Nee, de tekst die gaat verder met mijn liefde is niet iets... Ja, zeg het nog eens. Ja, Oké, sorry. Dat is begrepen. Ja, okay. Mijn liefde is niet iets, niet iets wat ik verberg. Ja, Jacques, zanger moet je niet worden, hè? Frank. Niks te verbergen. Voor jou klim ik op de hoogste berg. Geen ijs van jou is mij te erg. En een ijs dan met korte ei. Ah, ja. Dat is belangrijk, natuurlijk. Ja, met die berg, dat zou ook ijs kunnen zijn. Anders zou het zijn, geen crème glas van jou is mij te erg. Ja, maar hij heeft al genoeg gegeten. Hij zit al goed in. Zeg, ijsburken, kom maar op. Voor jou klim ik op de hoogste berg en maak ik van de grootste reus een dwerg. Mijn liefde is niet iets wat ik verberg, hè, Jacques? Geen ijs van jou is mij te erg. Frank, maak ik van de grootste reus een dwerg. Walter. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, Marie-José, Heidi, geen ijs van jou is mij te erg? Denk het. Je mag vragen wat je wilt, Heidi. Je denkt het. Het is geen gok meer, ze denkt. Marie-José, geen ijs van jou is mij te erg? Ja. Denk jij dat ook? Denk het, ja. We zijn in een nieuw stadium getreden van dit spel. Het gokken is gedaan, er wordt gedacht. Bobby Prins. Wat gaat er gebeuren? Voor jou doe ik een zonde mee. Daal ik in de diepte dalen mee. Voor jou klim ik op de hoogste berg. Maak ik van de grootste reuzen weg. Voor jou pluk ik een mooie. Jawel, en daarmee blijft de stand gelijk. Inderdaad, 4000, Marie-José en Heidi. En het is uitermate spannend. Wat is en... We gaan kijken hoe dat Jacques dit woord gaat aanpakken. Een achterwerker. Laten we toch even sereen worden bij dit onderwerp. Kurt van Negem is een typische achterwerker. Ja. Dat wil dus zeggen... Dat wil dus zeggen dat hij na zijn uren wat bijverdient. Maar op welke manier? En verdient na zijn uren. Frank. Kurt, wat doe je na je uren? Nee, dus een achterwerker is niemand die iets bijverdient of zo. Dus een ruitenwisser is dat ook niet, een golfbreker. Dat gaat niet op. Een achterwerker is in feite een baksteen. En wel een baksteen van minderwaardige kwaliteit. Dus onze man die de bakstenen metst, die zet vooraan allemaal zeer mooie gevelstenen. En al de prutjes die erover blijven, die gaat hij verbergen. De achterwerkers. Prutjes. Ja. De prutjes. De prutjes. Walter. Dat mag geknipt worden, hè, jongens. De negen moet eraf blijven. Meneer Grootaars, het gaat over een achterwerker. Vertel ons. Ik heb ze door, maar zij nog niet, hoor. De achterwerker is eigenlijk de stok waarmee de koewachter het achterwerk van zijn koeien bewerkt om die beesten vooruit te laten gaan. En doordat men die stok vroeger zo noemde, is men eigenlijk de man die de koe slaat ook zo beginnen noemen. Dus eigenlijk ja, de boer of de man die de koeien leidt naar de stal. Een bijverdiener, zegt Jacques.
Een baksteen is het volgens Frank en een koewachter, zegt Walter. Ja, de achterwijk. Wat doen we daarmee? Heidi en Marie-José, jij denkt de baksteen? Ja. Ja? Je bent zeker nu. Ah, het is een gokje. We zijn aan stadium naar achter Marie-José? Bakstenen. Zeker. Ja. Zie je, Marie-José, zeker. Goed, we vragen het aan onze panelleden. Wat is een achterwerker? Ja. Een bakstenen, goed gehoopt allebei. Jawel. Dames en heren. 10.000. De laatste vraag komt eraan. Het is, en ik herhaal het graag, uitermate spannend. Dokter, vertel het ons. Hoe moet dat hier nu toch geweest? Ja, dat is hier, er is toch iets dat niet klopt. Beste vrienden, daar juist op 3.000-4.000 voet ongeveer, hoor ik ineens een vreemd geluid, zo'n rare rikketik met zo een ding en zo. Ja, ik weet het niet. En daarom ben ik een keer aan het kijken, dus waarschijnlijk een vreemd geluid was. Een soort, dat zal het zijn. Veroorzaakt door een vreemd voorwerp. Ah ja, natuurlijk. Zeker kijken, wat is dat hier? Oh ja, dat kan niet mankeren dat dat zo'n lawaai, maar moet ik kijken. Dat ligt hier gewoon te kloppen hier van achter in de koffer. Ah ja. Een klopgeest in zijn vliegtuigje bij dokter Leconte. Wat is dat ding, Jacques? Dat is een oude gehaktmachine van de beenhouwer. Alsjeblieft. Alsjeblieft, zeg. Frank. Wat is dat ding? Het heeft met suiker te maken. Als suiker gesmolten is, dan gaat men die allemaal samenbrengen in een soort broden. En die suikerbroden die zijn hard als steen en die moeten gebroken worden in kleine stukjes. En dat apparaat is in feite een suikerbreker. Walter. Dat is eigenlijk een oude speelbak, geen schoelbak of zo, of een pietjesbak, zoals wij dat ook wel eens iets anders noemen. Dat is een speelbak waarmee men met dobbelstenen en kaarten speelde. Dat was een mengeling van dobbelstenen en kaart die je ervoor nodig had. En dat spel noemde men billeklets. Billeklets, ja. Een gehakt... Billeklets. Een gehakt machine volgens Jacques. Hebben wij er wat afgelopen? Mer. Ja. Frank zegt een suikerbreker. En Walter zegt een speelbak. Billeklets. Heidi, Marie-José, dat is de beslissende vraag. Wie gaat er naar de finale? Een suikerbreker, Heidi? Wij weten het al, hoor. Een suikerbreker, Heidi. Marie-José, een gehaktmachine. Wat is dit toch allemaal spannend. We spelen voor een pot van 400.000 frank en dokter. Dokter. Beste vrienden, na onderzoek is gebleken dat het vreemde voorwerp dat zich in mijn toestel bevond niets anders is dan een suikerbreker. Kan je maar zien. Heidi! Heidi, je wint. Heidi is onze winnares. Rustig aan. En Heidi wint is nog niet gewonnen. Ja, Marie-José, dit betekent voor jou de drie wijzenster. We zijn naar de FNAC geweest. Ik heb prachtige boeken voor jou daar gehaald. Onder andere van Hugo Claus De Sporen. Heel mooi boek. Van Louis Polboom, Eens op een mooie avond. Daar gebeuren vreselijke dingen in. En Benno Barnard, Het gat in de wereld. En een geweldig applaus hier in Paal voor Marie-José. Oh. Ik heb even de enveloppen genomen, Heidi. En zoals Walter het daarnet al zei, Heidi wint is nog niet gewonnen. Want hier staat inderdaad 17.000 frank, die neem je mee naar huis. Maar het kunnen er 417.000 worden. Vele. Ik hoop het. Zo, zit nu in de hoopfase, dames en heren. We hebben al een paar fases gehad. De hoopfase komt er nu aan. En Jacques die gaat het eerste verhaaltje vertellen. Beste Heidi, ik was uitgenodigd voor een acte présence te doen. Dat wil zeggen, zo langskomen op een jaarbeurs in Geel. Geld afhalen. Dat is gewoon aanwezig zijn. En ik moest daar aanwezig zijn tussen 5 uur en 6 uur. Je hebt er 6 jaar gezeten. Blijft. En ik had nog s'avonds... Applausje toch voor Walter even. Even hem dit succes gunnen. Hè. Heeft al zo'n moeilijk leven. En...
Dat was tussen 5 en 6 en ik was goed op tijd vertrokken, want ik moest daarna nog naar Poperingen voor een optreden en ik moest daar zeker om 8 uur zijn, dus... 2 zes... optredens op 1 dag, Jacques. Ja, al goed dat er niemand van de belastingen hier zit zoals verleden week, want het zou beginnen opvallen. Ze mogen het zien, ze mogen het zien. ik kom daartoe rond 4:45 met een auto. Maar dat was daar geweldig druk, file. Enfin, ik aanschuiven, een beetje zenuwachtig, maar ik was een kwartier op voorhand, dus tussen 5 en 6, dat is geen probleem. Ik heb daar in die file gezeten, alles bij, want dan moest ik nog naar een parking zoeken, niemand stond me erop te wachten. 5:30 uit mijn wagen gestapt. Ik moest beginnen om 5 uur, ik was al 3 kwartier in die file aan het zitten. Ik kom daartoe, mensen herkennen mij, nog mensen herkennen mij, en ik word daar geblokkeerd. Ik was wel uitgenodigd, ik ben een standhouder. Dat is een grote beurs daar. Hè. Ik moest daar ergens zijn, dat was een tapijthandelaar. Direct, fans, wat kunnen tegen die mensen zeggen? Ga weg, ik moet bij een tapijthandelaar zijn. Ze hebben er geen boodschap aan. Dus die mensen, die blokkeerden mij. Nog niemand te zien van die firma daar. Ik ben met die mensen zo wat handtekeningen aangevend, verder gestrompt. En ik ben bij die tapijthandelaar toegekomen, 5:50. En ik ben moeten vertrekken om 6 uur, ik kon niet anders. Te laat. En ik ben ook betaald geweest ook. Een vliegend tapijt. Onvoorstelbare zaak. Het is een prachtige spanningsopbouw. Zoals je het hele verhaal inderdaad bouwt. Want ik zenuwen natuurlijk. Ik heb ook 2 dagen gerepeteerd met Walter als regisseur. Je ziet het. Is dat een waar verhaal of is dat niet waar? Waar. Ai, is dat gegokt of heb je erover nagedacht? Nagedacht. Oh. Dan zijn de geld kwijt. Dat komt in orde. Frank de Bozere moet ongetwijfeld een en ander hebben meegemaakt in zijn leven. Ja, hij begint. Dus wel, ik, het regende. Nee, het regende niet. Het was mooi weer, het was sterrenweer. Ik werk namelijk op de sterrenwacht in Grimbergen en ik mag daar mensen rondleiden. In weer en wind. En het was mooi weer. Ik had er een drukke week op zitten. Die mensen vertellen over Venus, de maan, allerlei toestanden. Nu, het was het einde van een drukke week, een vrijdagavond. En tijdens de rondleiding, het laatste half uur, voel ik mijn stem verdwijnen. En gewoon op de waarde van, op de waarde van een half uur... In de ruimte. Ja, mijn stem was weg. Totaal weg. Stem was weg, zei hij. Nu, een van mijn collega's is dan ingesprongen. Iemand had zijn stembanden afgelaten. Nee, toch niet. Mijn probleem was voor de volgende dag. Ik moest namelijk op Radio 2 ochtendkuren. Ah, ja. Moest ik daar het weerbericht gaan doen. En daarvoor heb je een stem nodig. Dus ik vraag aan mijn vrouw om te bellen naar Luc Verschuren. Verschuren, zij zegt, wie is dat? Gij kent u niet. En zij zegt, kijk, kan er iemand anders inspringen? Nu, wat blijkt, Peggy de Meijer was met vakantie. George. Die moest naar. Ja, George Kuster, die moest naar een trouw. Moest de gol gaan staan bij de rechter. Nee, die moest naar een trouw. Bob, die heb ik niet kunnen bereiken. De richter. Voilà. Michel, die was er ook al niet. Dus ja, ik stond er alleen voor. Ik moest gaan. Oh, dit is een zware stem, dat ja. Dus ik moest gaan. Die volgende ochtend nog steeds geen stem. Nu, gelukkig was daar net die ochtend op ochtendkuren was daar Dirk de Noyel. En dat is die stemmenimitator. Oh. Je hebt zelf geen verkiezing was, want ik had geen stem kunnen uitbrengen. De Chris van den Durpel van dat programma. Ja, wel dus. En ik heb met Dirk afgesproken. Dirk, doe mijn stem na. Die heeft mijn stem nagedaan. De zaal lag plat van het lachen. Nee. Maar die liggen altijd plat van het lachen als ze mij bezig worden waarschijnlijk. Die zijn nog niet wakker natuurlijk. Maar dus Dirk heeft dat weerbericht voorbeeldig gedaan. Iedereen heeft het geloofd. Het was natuurlijk fout. Maar de week daarop lag ik wel met een longontsteking in bed. Plak van plak. Hoe heet die vrouw? Angine? Waar is? Longontsteking. Is dat ook met doordacht? Of doe je dat zomaar zo snel drukken dat het niet waar is? God, Heidi, wat doe je nog? Zij er niet te rap, meisje. Zij er niet te rap. Heidi te rap drukte. Walter, uw verhaal. Jaren geleden, ik weet nu niet meer hoeveel, ik denk dat het 1984 moet geweest zijn, rond die periode, pak me nu niet op een jaar. Moest ik met Jean-Marie Aerts naar Keulen, omdat we onze LP klaar hadden, de band was klaar. Jean-Marie Aerts was de producer dus, dat was de producer. De stemband was in orde nu. Ja, de producer dus. En moesten wij van die band, want dat was nog niet echt de CD-periode, moest daar nog een gravure van gemaakt worden. Editing noemen ze dat ook wel. Wat is editing? Editing. Editing. Dus editing is, ja, oké.
En die Wally bedoelde, ja. Wij zaten in Keulen en dat is daar een zeer groot... Een donder, dat rodeo. Ja, maar hey, dat is mijn rodeo, hè. Dat is daar een zeer groot complex. En dat komt daar donder, jongens. En iedereen komt daar, van over heel Europa, komt daar dus editen eigenlijk, of graveren. En wij zaten in een studiootje, mag je dat wel noemen, dat is niet erg groot. Waar we dus nummer per nummer wordt dan gecheckt en bijgewerkt eventueel. Met de checkbook direct, jong. En wij hoorden in de studio naast ons af en toe een deur opengaan. Als wij even pauze namen, dan hoorde die deur opengaan. En ik zeg tegen Jean-Marie van, tja, die stem die ze hiernaast aan het editen zijn, dat komt mij zeer bekend voor. En wij gaan zo stulletjes aan die richting uit. En ze waren daarnaast de nog uit te komen, want dat pas als je gaat editen, pas een maand daarna komt de plaat uit. Ja. Daar waren ze de nieuwste cd aan het, of plaat aan het editen van David Bowie. En dat was toen die cd of lp van Let's Dance, geloof ik. Allee, jongsie. Dus wij hebben als een van de eersten toen de allernieuwste David Bowie mogen beluisteren en betasten. En was een David daar ook? We hebben het mogen voelen. Dat was een David daar? Ja, David was Bowie. Daar. Ja. Was daar also? Hij was er. Ik ken het betrouw, jong. Yes. Ik ken het betrouw. Yes. De David is zelf. Hij is mijn. Zeg het, but. Zeg het maar. Ja, is dat waar, Heidi? De David, hè? Bowie. Ja, maar we zeggen altijd een David, hè? Die verschuilt als een muzak, zeker. Oh, die was content, maar nog eens zag die mens. Misschien twee kleuren van ogen. Je denkt dat het waar is. Van de David. Een gokje? Zeker. Zeker. Helemaal zeker. Ben je zo zeker? Je bent zo zeker? Amai. Walter. Walter. Zou ze niet te zeker zijn? Is jouw verhaal waar? Ik denk dat ze ergens geleverd is, want het is inderdaad waar, ja. Heidi, daar gaan we. Frank, heb jij een waar verhaal verteld? Of was dat inderdaad gelogen? Daar, dat schitterende verhaal over jouw stemproblemen. Heidi zou wij moeten kennen. Ik heb gelogen. De Jaak. Hij loog. Frank loog. Is mogelijk. Elke dag trouwens. Nee. Jaak, breng uitsluitsel. Heidi heeft behoefte aan 417.000 francs. Ze heeft ze nodig, want ze gaat trouwen over een jaar of zes. Oh, ja. Ja, maar nee. Je moet dan met een uitzet beginnen werken. Iedereen lacht als ik dat zeg, dat jij gaat trouwen. Ja, dat denk ik. Nee? Voorspellingen zijn voor mij, hè. Koop dan eerst kindjes. Al de rest voor mij, de voorspellingen voor hem. Jaak, 17.000 of 417.000? Ah, ze denkt toch niet aan trouwen, dan is het fout. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Die jaarbeurs met de tapijthandelaar heeft jou inderdaad in de luren gelegd. Maar, Heidi, Jaak. Dat betekent niet dat je niet gewonnen bent. Je hebt wel gewonnen. Je hebt 17.000 frank gewonnen. De drie wijze ster. En een geweldig applaus, dames en heren, voor Heidi. Dames en heren, hier in de zaal, kijkers thuis, wij spelen volgende week met 500.000 ook alweer. Dus het gaat flink vooruit. U kijkt met ons mee. Volgende week zijn we er weer.